Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. In deze vlog voeg ik even twee soort van losse vlogs samen. Ik had namelijk een dag gevlogd waarop Leslie Ann kwam, maar dat werd uiteindelijk best wel een korte vlog. En ik had een gedeelte wat ik wilde laten zien over onze nieuwe vloer. En dat was eigenlijk ook een beetje kort, dus ik dacht als ik die gewoon samen in één video doe, hebben jullie lekker een lange video waarin je dat allebei kan zien. Dus we beginnen nu eerst met de dag waarop Leslie Ann kwam helpen. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij een nieuwe verhuisvlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben gisteren niet in het huis geweest omdat ik gewoon aan het werk was. En ik heb geluncht met Lotte. Ik ben trouwens wel in het huis geweest, want ik heb het even aan Lotte laten zien. Maar ik heb dus niks gedaan. Dat is trouwens ook niet waar. Ik heb aan het eind van de middag nog één muur geverfd. Oké, nevermind. Dit klopt allemaal voor geen kanten. Maar gisteren hebben Nick en zijn vader echt super handige dingen gedaan. Ze zijn namelijk begonnen met schuren. We zijn al best wel ver met het verven. Maar waar we nog niet begonnen aan zijn, is het schuren. Want we willen dus ook al onze kozijnen en plinten en deuren en dingen zoals deze kast, die willen we allemaal gaan schuren en lakken. En dat gaat zoveel werk worden. Misschien nog wel meer dan alles verven. Dus zij zijn eigenlijk voornamelijk hier bezig geweest. We hebben een schuurmachine gekocht een tijdje geleden. En ze hebben dus eigenlijk dit allemaal geschuurd. Maar Nick zei dat het zo vreselijk was. Kijk, bijvoorbeeld dit. Dan kan je gewoon overheen met die schuurmachine. Maar al deze dingen. Dan heb je hier een randje. En hier. 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 En zo gaat het maar door. En het geldt ook bijvoorbeeld. Ja, heel leuk dat we zulke mooie deuren hebben. En daar ga ik ook super blij mee zijn dat we hier wonen. Maar om dit te schuren is echt gewoon, nou, een pokkenwerk. En we hebben zoveel deuren. En in mijn hoofd was deze kast wel makkelijk. Dacht ik, oh, dan ga je zo met die schuurmachine overheen. Maar ook hier heb je dan weer zoveel van die randjes. Die allemaal, al die hoekjes en zo. Dus we hebben wel ontdekt dat dat echt wel heel lang gaat duren. Voordat we dat met alles in het huis gedaan hebben. En ondertussen ben ik de laatste dingen qua verf aan het afmaken. Want we hebben nu in principe alle kamers gedaan. Behalve de eetkamer, die moet nog een tweede laag. Zeg maar die vaalgroene slash turquoise kleur. Maar verder zijn echt de kamers wel af. Alleen de gangen dus nog niet. En dat zijn er natuurlijk ook weer een aantal. Want je hebt hier de gang boven. Dan heb je de gang bij de trap naar beneden. Dan heb je de gang beneden. En weer de gang of de trap naar de voordeur. Dus dat is iets waar ik vandaag met Leslie Ann mee aan de slag ga. Voornamelijk hierboven. Ik heb hier de spullen al klaargelegd. Super chill. Les die is nu aan het babysitten op de kat van Linda. Zij kon ook gewoon makkelijk nog even een dagje komen helpen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want dan gaat het gewoon weer veel sneller. We gaan dan dit blauw maken. Dat is dus dezelfde blauwe kleur als in de zijkamer beneden. Waar we zo dol op zijn. En boven dat lijstje doen we alles wit. Nou moet ik zeggen, dit is al één keer gedaan, maar ik wil alles twee lagen, zodat het gewoon echt even goed wit is. We hebben ook de trapleuning eraf gehaald en we gaan onder de trapleuning het ook blauw maken. Helemaal tot aan beneden en dat doen we in die gang eigenlijk ook. Mocht je afvragen wat we met de trap gaan doen, we willen hem niet zo houden, vandaar dat we hem ook niet afgedekt hebben. Dus dat is ook weer een projectje waar we binnenkort mee aan de slag gaan. Dan willen we dit er dus helemaal afhalen. Hopelijk gaat het een klein beetje makkelijk met al die lijmresten. En dan willen we die bijvoorbeeld gaan schuren en lakken. Of we willen misschien een beetje neutrale mooie trappenkleding. Maar daar hebben we nog niet echt een keuze in gemaakt. Maar we weten wel dat het sowieso een neutrale kleur wordt. Waardoor we dus ook zeker weten dat dit blauw kan worden. Verder is Nick nu nog wat extra aan het halen van de kleur van de eetkamer. Want omdat we natuurlijk nu de hele kamer gedaan hebben, hadden we niet genoeg verf om alles twee lagen te doen. En ik ga daarna weer even een paar uurtjes naar huis. We wisselen elkaar een beetje af qua thuis en hier dagen. En dan komt hij aan het eind van de middag nog het een en ander schuren. Misschien kan hij dan ook dit schuren, want dan zijn wij inmiddels ook klaar met verven hier. Dus dan kan ik de tape eraf halen, dat is wel zo handig. En ja, dat is nu een beetje het plan. Dus ik ben nog steeds, ik denk, een paar dagen bezig met de laatste dingen qua verf. En Nick is al begonnen met de schuurfase. Ja, ik kijk zelf heel erg uit naar dingen zoals mijn kledingkast uitzoeken en in elkaar zetten. Vlondertjes op het balkon leggen. Misschien de kast van de eetkamer een andere kleur geven. We hebben ook een paar stoelen gekocht en daarvan wil ik er ook eentje een andere kleur geven. Zeg maar, dat soort dingen vind ik heel leuk. En inrichten natuurlijk. Maar dat, ja, we zijn gewoon nog niet in die fase. En ik kan gewoon niet wachten tot we
klaar zijn met schuren en ja, weer ook wat andere dingen kunnen doen. Maar ik moet even geduld hebben. Geert, ja. Onder mijn vlog van vandaag. Geert moet echt een YouTube kanaal beginnen, zeggen de mensen. Hoezo? Omdat ze je tips zo goed vinden. Hier, Geert is echt geweldig. Wat een held is Geert. Ja, maar wat heb ik gedaan dan? Ja, jij hebt laten zien in die vlog hoe Nick de muur moest witten. Ja, dat is toch logisch. Weet je wat iemand zegt? Daar ben ik weer over Geert. Wat heeft hij mooie ogen, zeg, om in te verdrinken? Blijf dat zo doorgaan aan je? Bizar. Ja, je hebt echt een fanclub. Leuk. Nou, als je een keer een YouTube kanaal begint, zal ik het wel doorgeven. Zo. Nou, ik zou wel inderdaad, als je zeg maar, dat zal er ongetwijfeld wel zijn, dat van die plus YouTubers of zo. Ja, maar ik heb al een paar dingen zitten kijken. Het is best handig als iemand het laat zien in plaats van dat je het leest, zeg maar. Ik zei dit ook tegen Nick over Pinterest. Daar heb je ook gewoon heel veel dingetjes die je dan ziet dat je denkt, hey, super makkelijk. Ja. Het zijn hele leuke reacties. Oh. Wordt er een beetje verlegen van. Stop ik. Les is er! Hoi! Ik heb mijn verfhuis dit nog niet aan. Dat ga ik nu doen. Ik ben er helemaal klaar voor. Leuk, zin in. Kunnen we weer lekker uren kletsen. Echt, ik heb zoveel gekletst de laatste week. Echt niet normaal. Nee, ik kan straks niet meer kletsen. Ja, ik kan altijd kletsen. Jij ook wel, hè? Ligt aan met wie? Echt? Jou kan altijd kletsen. Oh, ik dacht jij letterlijk al een week lang door kan kletsen. Ja, oké. Misschien toch wel. En ik wilde even laten zien dat het helemaal klaar is. Nou ja, we krijgen dus nog een andere trap. Maar we hebben dus alles blauw gemaakt. En de witte laag ook nog een keer gedaan. Het ziet er echt super mooi uit. Ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het ook gewoon heel leuk staan zo als onderkant van de gang, zeg maar. Ik zit nog een beetje in dubio dat het misschien wel leuk is om die plint toch ook mee te verven. Maar dat moet dan sowieso met andere verf. Dus dat hoef ik nu ook nog niet te beslissen. Maar dat zou nog kunnen. Goed gedaan, lesje. Ja, jij ook. We zijn echt snel samen. Ja, we waren echt goed team. Ja. Heel goed. En we hadden even gekeken wat er nou nu nog moet gebeuren. En eigenlijk zijn er gewoon nog twee dingen die moeten gebeuren qua verf. Eén is dus deze hele gang. En de gang en trapgat naar de voordeur, zeg maar. Alleen, daar zitten gewoon nog een aantal gaten en dingen die Nick gaat vullen. Dus het is gewoon niet zo heel handig als wij dat nu gaan doen. Dit wordt dan trouwens ook weer die blauwe kleur helemaal hier, hier, hier. En hier dus ook, zeg maar. En het tweede, laat Leslie nu zien, is nog de tweede laag van de eetkamer. Yes. We hebben besloten dat we die nog even gaan doen. Probeer maar niet na te denken over alles wat er nog geschuurd moet worden. Kijk dit ook allemaal. Al deze randjes, al deze dingen. Maar goed. Ik heb ook van die schuifdeuren. En echt ook precies hetzelfde plafondje. En ook echt, dit is bij mij ook echt precies zo. Ja? Ik heb zo lang gescheurd. Oh. Alleen ik heb niet deuren en ik heb ook geen luikje. Ja, de onderbuurvrouw die heeft dus ook zo'n luikje. En zij heeft daar dus hele leuke deurtjes zelf gemaakt. Dat je het open kan doen. Ja, en dan, want ik vind dit best wel lelijk hoe het er zo uitziet. Omdat mijn huis zo erg op jullie huis lijkt, qua tenminste deze twee kamers, dacht ik van... Ik kan dat misschien ook wel doen. Dus ik zat door jouw vlog helemaal na te denken van, oh, zou ik hier zelf een luik in doen? Maar ik durf daar geen gat in te zagen. Het is gewoon een huurhuis. Maar is er niks van een soort indicatie dat er ergens een soort luik is? Nou, ik denk als ik erop klop, dan... Ja, want jij hebt dat dan denk ik ook. Ja, ik denk toch wat als ik het verneuk. Ja, dat snap ik wel. Dan maakt de huisbaas me natuurlijk... Misschien wel leuk als mensen in de comments kunnen achterlaten, mensen die ook zulke deuren hebben, of ze dit ook hebben. Ja. Ja. Maar die buurvrouw heeft dus twee deurtjes en dan zo met twee leuke deurknopjes. Schattig. Ziet er echt heel cute uit. En dan, dat heeft ze dan zelf gedaan. En... Maar dat is helemaal niet zo moeilijk, want je kan deze doormidden zagen en dan heb je vier scharniertjes nodig en twee knopjes. Ja, maar ik vind dat, hoe jij dit nu zegt, klinkt het dan heel simpel. Maar hoe je dat dan daadwerkelijk allemaal bevestigt en zo, zoiets hebben wij gewoon nog nooit gedaan. Dat vind ik zo moeilijk. Ga je nog een theetje nemen? Absoluut. Lekker. Ik zat wel te denken van, dit theezetapparaat kan je niet naar je glas brengen. Je moet echt je glas naar je theezetapparaat brengen. Oh, zit die daar aan vast? Ja. Ja, we hebben die even van Nick's moeder geleend.
Maar letterlijk niemand had nog thee gedronken tot vandaag. Nou, ik ga los. Het is al 2e kopje. Toch de moeite waard. Welke thee heb je? Groene thee met lemon. Nice. We hadden net trouwens ovenbroodjes. En toen hebben we voor het eerst de oven gebruikt. Maar het was echt heel ingewikkeld. Maar het is wel gelukt. Ja, maar ik had niet echt iets gedaan of zo. Het lukte meer gewoon om... Ik drukte op allemaal knopjes en toen ging die aan. Ja, je kon geen timer instellen. Nee, maximaal 4 minuten. Ja, en dan drukte hij hem aan en dan ging er ook niks vanaf. Nee, ik wilde vragen als iemand deze oven hebt, laat me weten hoe die werkt. Maar dat is echt te lui. Ik ga het gewoon goed googlen en dan ga ik de gebruiksaanwijzing lezen. En je zou gewoon denken dat als je dit doet... Kijk, het begint goed. Je denkt, ja. Oh, oké, 180 graden, maar dan... Zeg maar, wat is nu oké? Dan denk je, oké, chill. En dit wil ik... Maar hij kan dan niet langer dan 3 minuten 59. Dat is toch heel raar? Ja. Het niet 3 uur en 59 minuten? Zou het? Zou dat kunnen? Nou, misschien heb je gelijk, Les. Misschien dat hij nu op 6 minuten staat. Omdat hij daarom dat het niet maximaal 4 minuten is, maar maximaal 4 uur. Dat zou wel kunnen, ja. Want je zou een oven ook nooit op secondes doen. Dat doe je bij een magnetron. Ik ben een genie. Ja, maar je echt... Dat is waar, ja. Want bij een magnetron doe je 30 seconden, maar bij een oven niet. Nee, dat gaat niet. Ja, je bent echt een genie. Thanks. Goed zo. Ja, want kijk, nu nog 7. Oké, nou, ik doe hem uit, want de broodjes zijn al gegeten, maar... You're welcome. Chill. Nou, die dag heeft Leslie Ann dus weer super chill geholpen en zijn we eigenlijk nog verder gekomen met alles wat geverfd moet worden. Dat is gewoon bijna helemaal af. Maar zoals beloofd zouden we in deze vlog ook nog het stukje doen over onze vloer. Want volgens mij hebben we er eigenlijk bijna nog niks over verteld. Maar ik dacht misschien wel leuk om even te vertellen wat voor vloer we hebben gekozen, want we hebben eindelijk definitief een keuze gemaakt. Het huis nu ligt boven en beneden een grenen vloer. Dat is een houten vloer, een soort zacht houten vloer, met een whitewash eroverheen. Op zich wel leuk, alleen we wilden wel voor beneden in ieder geval gewoon een hele mooie, nette, nieuwe vloer. Ja. Eigenlijk was het plan om voor beneden een nieuwe vloer te kiezen en voor boven die vloer, die gene vloer te houden, maar wel te schuren en opnieuw te lakken. Dat gaan we ook binnenkort doen. Ja. Heel benieuwd. En dan gaan we geen whitewash eroverheen doen, maar juist een wat bruinere kleur. Toch? Ja, als dat wel goed gaat. Ja, wordt heel spannend, want we hebben dus heel veel dingen, nou niet heel veel, maar wel best wel een aantal dingen die we dus uitbesteden, zoals de vloer beneden en zo. Maar om een beetje te besparen willen we sommige dingen dus zelf doen. Dus Nick gaat zelf die vloer boven, gaan we zo'n apparaat huren, gaat hij die schuren en lakken. Gaat echt fout. Denk je? Ja, ik denk dat het goed gaat. Nou, misschien gaan we het dan toch uitbesteden. Oké, nou, in ieder geval, daar draait het nu niet om. Nee, dat was een heel proces. We wisten eigenlijk vanaf het begin wat voor vloer we wilden in de wonen- en de eetkamer. Ja. Alleen door extra dingen die we misschien zouden willen doen, duurt gewoon heel lang voor de knoop was doorgehakt. Om te beginnen hebben wij in de gang allemaal buizen over de muur lopen. Dat zijn de verwarmingsbuizen. Dus die kan je dan in de vloer verwerken. Hier spreekt even Bonnie in de edit. Ik wilde nog even zeggen dat we ook hebben overwogen of we de buizen wit verven. Alleen hier zijn ze wel echt behoorlijk opvallend. En we hebben ook overwogen om een soort koof om de buizen heen te laten maken. Maar we vinden allebei toch wel echt het mooist als die buizen gewoon weg zijn. Dat heeft onze onderbuurvrouw ook en het ziet er gewoon veel beter uit. En dit is eigenlijk de enige grote ergernis van Nick aan het huis. Ik erg me er wat minder aan, maar ik wil bijvoorbeeld heel graag een wasmachine-aansluiting beneden. Wat dan van Nick weer niet zo nodig hoeft. Dus ja, het is een soort compromis dat we die wasmachine-aansluiting voor mij gaan laten maken. En die buizen voor Nick laten wegwerken. En het maakt het huis sowieso gewoon mooier. Dus ik ben het er ook helemaal mee eens. Maar dat is best wel duur. Dus toen dachten we van ja, we gaan nu toch heel veel geld uitgeven om die buizen weg te werken. Kunnen we dan in één klap ook de radiatoren weghalen en gewoon vloerverwarming nemen over de hele verdieping. Als ja. We toch bezig zijn. Want we lazen op sommige sites dat, om het een beetje in geld uit te drukken, zeg maar het laten wegwerken van die buizen is bijvoorbeeld iets van 2.500 euro. En op sommige sites stond dat vloerverwarming voor ongeveer 50 vierkante meter, dat is onze benedenverdieping, ook ongeveer 2.500 euro was. Dus wij dachten... Waarom zouden we in vredesnaam die buizen dan laten wegwerken? Ja. Dan kunnen we net zo goed vloerverwarming nemen. En dan hebben we ook nog eens... We zijn en de buizen ook gelijk weg en ook de radiatoren. Maar dat bleek niet zo makkelijk te zijn. Nee, we hebben wel mensen gebeld en die zeiden ja, inderdaad.
Alleen, dat is als je elektrische vloerverwarming neemt. De werking daarvan is gewoon niet zo goed als wanneer je vloerverwarming neemt met leidingen, waar dus water doorheen stroomt. En het is gewoon helemaal niet energiezuinig. Nee, dat is heel slecht voor het milieu eigenlijk. Ja. Al helemaal in zo'n oud huis als die van ons. En wat eigenlijk zou inhouden, dus we waren met een man aan het praten en die zei van ja, je kan ook zonnepanelen nemen, dan compenseer je het. En dacht hij van ja, dan willen we gewoon die buis wegwerken en dan eindigen we met zonnepanelen. Ja. Dat is wel heel raar. Dus... En dat is ook nog eens heel erg duur. Ja, alleen dat is trouwens wel iets waar ik ooit over na wil denken, zonnepanelen. Omdat het zich ook weer terugverdient en natuurlijk ook... Ja, maar als we een beetje geld hebben, kunnen we dat doen. Ja, precies. Ja. Dus het was echt zo... Dan was het plan weer dit. Dan was het plan weer dat. Dan was het plan weer zus. Dan was het plan weer zo. Maar misschien moeten we ook nog even vertellen wat voor vloer we überhaupt willen. Want we wisten eigenlijk al vanaf het moment dat we huizen gingen bezichtigen... dat we allebei heel graag een visgraatvloer wilden. Surprise. Echt iedereen heeft een visgraatvloer. Ja. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat is niet zo van, oh, wij waren eerst of zo. Maar wij vinden het wel al heel lang leuk. Dus we zijn niet bang dat we per ongeluk nu met een trend meedoen of zo. Maar het is wel echt iets wat het tijd... Stel je voor. Nee, maar ik bedoel meer, dat zou toch heel erg zijn als we over een paar jaar visgraat stom vinden. Dat kan alsnog. Ja, ik vind visgraat denk ik al 15 jaar leuk. Maar deze vloer vond ik 5 jaar geleden ook mooi. Ja, dat is wel waar. Ze willen een visgraatvloer, alleen de trend is tegenwoordig heel erg dat... de planken van visgraatvloeren echt heel groot zijn. En vooral ik vind dat gewoon niet mooi. Ik hou wat meer van dat het iets kleiner en klassieker is. En qua kleur zaten we ook best wel op één lijn. Ja, we wilden bruin. Ja. En dan niet licht, niet donker en iets warmer. Ja, een beetje warm inderdaad. Dus je ziet vooral ook heel veel vloeren die een beetje grijzig zijn of zo. En dan dachten we steeds van ja, we willen het gewoon iets warmer. Dat past gewoon meer bij ons huis. Dus voordat we de vloerverwarming overwogen, hadden we zitten kijken naar een eikenhouten visgraatvloer. Ja. Dat hebben we ook nog serieus overwogen. Ik heb hier zelf nog een plankje van liggen. Die vonden we echt super mooi. Oh, sorry. Maar toen kwamen we dus op het hele vloerverwarmingplan en waren we ons wat meer gaan verdiepen in PVC. Dat is dus iets anders dan laminaat of dan hout. Maar PVC is vooral tegenwoordig echt heel mooi. Het ziet er bijna uit als hout. En het is vooral in het onderhoud gewoon heel chill. Ja, want ik kan nog wel eens panisch zijn over dat dingen waar ik veel geld aan uitgeef kapot gaan. Ja. En als er iets duur is in huis, is het wel een vloer. Ja. En mijn moeder zei het ook. Die kon zich ook heel goed herinneren dat toen wij in een huis gingen wonen, zat er een hele mooie vloer in. Ja, elke keer als mijn zus of ik gewoon iets liet vallen, ging ze helemaal zo... Ja, ik had bijvoorbeeld ook met mijn oom gebeld. Die heeft ook een eikenhouten vloer. En die zei ook van ja, als jullie op een gegeven moment ook kinderen willen in dat huis... En die hebben bijvoorbeeld een poppenwagen en die willen lekker met de poppenwagen door de kamer rennen. Als je dan dus een houten vloer hebt, is het gewoon echt een stuk minder relaxed dan PVC. En ook qua schoonmaken en weet ik veel. En toen hadden we dus ook PVC-vloeren bekeken. En toen dachten we, oh, dat is eigenlijk ook wel echt heel mooi. Ja. Dus toen hadden we besloten dat, of we nou vloerverwarming gingen nemen of niet, dat we eigenlijk voor een PVC-visgraatvloer wilden gaan. En het is heel erg geluidsisolerend. Oh ja. Wat ook leuk is voor de onderbuurvrouw. Ja, en het kon dus ook nog eens goed in combinatie met vloerverwarming. Maar toen hebben we dus een offerte ontvangen van hoe duur het dan wordt om bij ons vloerverwarming te doen. En omdat wij dus niet een benedenwoning hebben en omdat we een oude woning hebben... moesten er dingen gebeuren qua ondervloer met vermacelplaten en qua egaliseren was het zo ingewikkeld dat eigenlijk voor de benedenverdieping zou dan een vloer plus de vloerverwarming ineens echt iets van 13.000 of 14.000 euro worden. En dat was gewoon veel meer dan wij in gedachten hadden. Ja, we hebben toen besloten, oké, we gaan dus toch maar niet de vloerverwarming doen. Toen hadden we nog iets, namelijk we wilden in de gang en in de keuken wilden we tegeltjes. Maar dat schijnt dus ook echt niet goed te kunnen bij ons. Omdat er ook niet een soort cementen ondervloer is. Het zou er ook weer bijvoorbeeld iets met bepaalde platen moeten worden gelegd. Die weer een andere ondervloer zijn dan onder de PVC-vloer liggen, als jullie het nog volgen. Waardoor er echt een hoogteverschil van 5 centimeter zou komen tussen de gang en de andere kamers. Een duikje zo je gang in. Dus toen kwamen we tot de conclusie dat we ook PVC moeten in de keuken en in de gang. Ja, dat was geen ramp, want we hebben een mooie vloer. Ja. Alleen, het was even overstappen omdat we altijd als idee hadden van, oh ja, leuk, dan hebben we de gang en de keuken tegeltjes. Ja. Dan heb je een leuke drempel en dan komt de houten vloer. Maar... Ja.
Dus toen moesten we de keuze maken van, willen we dan dat de visgraatvloer helemaal doorloopt? Of willen we dan in de gang en de keuken PVC in een tegeldessin? En daar zijn we dus gisteren naar gaan kijken. We zijn nu in de woonmal en we gaan nu kijken bij een PVC visgraatvloer die we, wat zou het zijn, 2 weken geleden of zo? Al zo kort, uitgekozen hadden. Maanden geleden. Maar ik weet gewoon niet meer, ja, ik weet nog wel hoe die eruit ziet, maar ik vind het heel spannend om hem weer in het echt te zien. Om te kijken of die nog net zo mooi is als dat we dachten. Als boven? En ja, volgens mij nog eentje hoger, ja. En omdat we dus eerst voor ogen hadden om keramische tegels te nemen, hadden we toen niet bij tegel-PVC gekeken. Maar nu we dus te horen hebben gekregen dat dat heel erg onhandig slash onmogelijk is in ons huis, gaan we dus nu kijken bij de PVC tegels. Dus nu wordt het de vraag van, laten we de visgraat doorlopen over de hele benedenverdieping, of doen we dus in de gang en in de keuken tegellook. Maar dat hangt dus een beetje af van hoe mooi die tegellook is. In ieder geval is de visgraat sowieso mooi. Hopen we. Ja, dan gaan we nog even kijken, toch? Ja, maar eigenlijk weten we al dat we die willen, toch? Ja, als ik had geweten dat we naar de woonmal gingen, had ik even mijn achter. De koudvisje. Ja, ik ben helemaal naakt, joh. Ja, het is ook 33 graden, dan mag je er raar uitzien, toch? Ik kwam gewoon omdat boven aan het binnen zo. Ja. Dit is de vloer die we hadden gekozen. Maar wel heel mooi. Zou je twijfelen? Nee. Mooi toch? Ja. Ik zit te kijken, want ik vond bijvoorbeeld deze dingen vond ik echt veel te groot. Maar het was kleiner dan dit, toch? Want dit vind ik gewoon echt, no offense naar mensen die dat hebben, maar gewoon echt alsof er een soort reus woont. Oh ja. Ja, ik vind het jammer dat het maar zo'n klein stuk is. Ik zou willen dat ze het helemaal hier hadden liggen, zodat we het zo goed konden zien. Ja. Maar ik vind de kleur ook heel mooi. Jij? Ja, zeker. Top. We hebben even bij de tegels gekeken en echt alle basic tegels vinden we eigenlijk helemaal niet leuk. We houden meer van zoiets. Maar dat is dan ook weer gelijk het duurste wat er is. Het is sowieso van een duur merk, maar het is ook duur om te leggen. Waardoor het eigenlijk nog goedkoper is om toch gewoon de visgraat over de hele benedenverdieping te laten doorlopen. En aangezien we het al zo'n dure grap wordt, is het misschien wel relaxed om het niet nog duurder te maken. Mm-hmm. Nou, dat is dus de vloer die we uiteindelijk hebben uitgekozen. Het ligt nu ook vast wanneer die komt. Op 21 september gaan ze beginnen. Dat klinkt best wel laat. We hadden het liever ook iets eerder gehad. Maar omdat alle bouwvakmensen in augustus ook vakantie hebben en zo, is het eigenlijk alleen maar chill dat het nog überhaupt gelukt is in september. Ja. Yeah. En dat betekent ook gelijk dat we het weekend daarna kunnen verhuizen, dus eind september. En die duidelijkheid is heel fijn voor ons. We hebben trouwens, dat heb ik nog niet verteld in de video, maar we hebben ook gekozen voor een bies en een band. Dus dat is zeg maar zo'n heel mooie buitenkant van de vloer en dus zo'n zwarte lijn die er omheen loopt. Dat vinden we allebei echt super mooi staan. We hebben zelfs bies in de zijkamer. Dus mocht dat ooit een kinderkamer worden, heeft ons kind gewoon een bies. Maar dat is echt zo'n fancy kinderkamer. Dat is echt idioot. Ja, we zijn gewoon heel erg blij met de vloer. Ik ben heel benieuwd of een paar van jullie misschien ook een PVC-vloer hebben en of jullie er blij mee zijn. Zeg maar gewoon ja eigenlijk, want anders krijgen we dadelijk spijt. Nee, mag je gewoon eerlijk zeggen. En ik hoor het niet alleen maar positieve verhalen eigenlijk. Ja, ik ook. Ja, nou, dat was ons vloerverhaal. Best lang geworden eigenlijk. Nou, deze hebben we dus niet meer nodig. We zien jullie bij de volgende vlog weer. Daarin gaan we aan de slag met de trap. Tot dan! Inmiddels zijn Daan en ik nu in mijn huis. Want we waren daar per ongeluk heen gewandeld. En toen zei ik, oh, wil je nog een kopje thee? Dus per ongeluk. Ja, een beetje wel. Ja, wel eigenlijk.